Ja, klinkt eigenlijk als de minst heftige opdracht van dit seizoen. Je gaat koud worden. Het is ook nog niet zo warm, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik denk dat als een van hun de lul is, dat ik het wel een beetje ga tweaken. Want dit moet wel een stukje kutter. Alle dingen die ze tijdens de quarantaine hebben willen doen, hebben ze al gedaan. Daarom dagen de gierige gasten elkaar nu uit met een lijst van dingen die je absoluut niet wilt doen tijdens de quarantaine. Per aflevering is er één iemand te lul. De andere twee, die lachen toe. Dus zeg maar dag tegen de verveling. Dit is de Anti-Quarantainelist. Dag jongens! Hey Gilles! Hey Gilles! Hey! Wie van jullie wordt de lul vandaag? Ik hoop echt een keertje Niels. Het zou leuk zijn als Martijn het is, toch? Vier op rij. Ik zou het fantastisch vinden. Niels is nog niet één keer de lul geweest. Ja, maar dat maakt niet uit. Joost heeft een stuk tv-tattoo. Dat klopt. Is wel jullie zijn teamgenoten. Ik geef je nu wel een spannende opdracht, Giel. Even het Giergassen-logootje op je borst tatoeëren. Als Joost hem behoudt, ja, zet ik... Hier, het gierige gastenlogo op mijn been. Oké, okay. Ja, is goed. Dan hou ik hem. Deal. Dat is een hele duidelijke deal, daar kom ik niet meer onderuit. Tering, wat dom. Kijk, jullie zien deze, dat is Niels. Oh god. Martijn. Ja, heel goed. Ja, Joost, dan schrijf ik jou nog op. Tuurlijk. Oh, wat ben ik blij dat ik dit gewoon mag doen. Kijk. Ja. Wat een eer, hè? Top, stop er maar in. Voordat ik hier een naam uit het bakje ga trekken, laten we eerst even kijken naar de opdracht van deze week. Sommigen onder ons zijn geboren waterratten. Echter, er zijn genoeg plekken en momenten te bedenken waarbij we toch liever op het droge blijven. In de anti-quarantainelist van deze week zal één van jullie de plomp in moeten. De andere twee mogen bepalen hoe, waar en wanneer. Op een ongewenst moment in de sloot springen, ja, daar zit je natuurlijk niet op te wachten. Heel eerlijk, hij klinkt nog een beetje lafjes. Ik heb hier nog steeds gewoon een tattoo op mijn been staan. En in de sloot springen, level niet helemaal naar mijn gevoel. Maar goed, als de andere twee mogen invullen hoe laat, wanneer, in welke outfit, ja, dan kan het nog best wel kut gaan worden. En dit is volgens mij ook wel een beetje langzaam de tijd voor blauwalg en dat soort dingen. Dus je kan iemand echt goed ziek maken. Ik wil niks opgooien hoor, maar dat zou best wel vervelend zijn. Dus na drie keer geloot wil ik deze natuurlijk gewoon niet trekken. Wat een kutopdracht. Een beetje. Maar is dit echt, jongens? Doe ik niet mee aan een totaal ander programma nu? Dit is voor jou een bucketlist dingetje natuurlijk als boerenjongen. Nou ja, ik spring elke dag hier achter in het weiland in de sloot. Dan doen we ze douchen bij jou. Het wordt echt kut als je de gracht inspringt en je kan er niet meer uitklimmen. En het is geworden... Ja! Dit is toch een grap? Vier op een rij! En dan word je vier keer achter elkaar geloot. Vier fucking keer. Hoe dan? Niels of Joost zit iedereen om te kopen, want ik geloof er helemaal niks van. En hij denkt nog dat het meevalt. En dat is natuurlijk ook zo. Dus het is gewoon aan Niels en mij om deze opdracht heel erg veel kutter te gaan maken dan die is. Ik zou je echt... verzekeren, Joost en ik gaan gewoon een heel vervelend moment uitkiezen. In een heel vervelend outfitje. Hey, knapperd! Hey, Joost! Hey, best wel een fucking chill. Vier keer op rij Martijn. Ja, alleen we moeten wel echt even kut gaan maken dit voor hem. Want ja, even de sloot inspringen en eruit is te weinig. Het moet een hele smerige sloot zijn. Echt verschrikkelijk smerig. Dat ten eerste. En ik vind ook, heel eerlijk gezegd, dat als je de sloot inspringt en wij staan te wachten met een handdoekje van kom maar jochie, we maken je droog en that's it, vind ik ook net een beetje zwak. Dus ik zat te denken, hij springt de sloot in en wij peren. En dan doen we dat heel ver van huis. Je hebt echt 0% hart, hè? Ik dacht altijd dat jij nog wel iets van... medeleven tonen aan mensen. Ja, we halen hem later wel op. Daar is gewoon niks van waar. We halen hem later op, maar we gaan hem gewoon eventjes flink in de zaak nemen. Maar gewoon echt midden in de nacht, ergens, pikdonker, de handdoek achter hem aangooien en keihard wegrijden met de auto. Ja, we halen hem daar wel op, maar laten we hem gewoon even fucked up voelen. Ik vind het een leuk plan. Zie ik je vanavond. Later. Topper. Ik heb zojuist bericht gekregen van Niels en Joost. De teringleiders hebben bepaald dat ik vanavond mij moet melden op de Amstelbrug. Maar ze hebben er ook nog even bij gezegd dat ik mijn allerduurste outfit aan moest doen. En dan begin ik het een beetje zonde te vinden. Want ik ben niet de type jongen die heel veel geld uitgeeft voor bepaalde kledingstukken. Als ik dat dan een keertje doe, dan doe ik dat voor een heel mooi pak. En die jongens weten toevallig dat ik een heel mooi pak heb. Dus ik weet ook dat dat een beetje de standaard is waar ze waarschijnlijk aan dachten toen ze mij de opdracht hebben gegeven. Ik ben bang
bang dat ik eraan moet geloven. Nou ja, vooral ik ben bang dat mijn pak eraan moet gaan geloven. Die onschuldig is. Wat heeft mijn pak hiermee te maken, jongens? Ik heb verloren. Laat mijn pak hier buiten. Teringlei is. Ik hoop alleen dat karma bestaat. Dat die jongens een keer worden teruggepakt. Hè? Jongens? Hè? Kijk eens, daar staat hij al te wachten. Informatie alsjeblieft. Heeft u Martijn al gezien? Nee, ik heb hem nog niet gezien. Heel even, we gaan hem echt fokken. Want ik denk dat hij gewoon een handdoek mee heeft te kennen. Die gooien we als hij erin springt gelijk achteraan. Hey, vergeet Jan niet. Ik heb namelijk reserve in mijn tas. Ja, maar laten we gewoon van de grote brug, hè, bij het Amsterdam Hotel. Ja. Best wel hoog. Dat komt niet zo makkelijk uit. Nee, je moet echt flink klimmen. Het is gewoon echt iets wat je absoluut niet wil doen tijdens de quarantaine. En als het goed is, is het ook nog een best wel toepak. Kijk eens wie we daar hebben. Nee, ding lees. Oh, dit is wel een pakkie. Moest dit echt? Dit is nou wel een heel mooi pakkie. Dit is goedkoop. Ja, die is van jou. Het is... Dit is echt van het dossier, ouwe. Ja, fucking zonde. Ja, fucking zonde, fuck jou. Maar dit, jullie wilden dit. Oké. Okay. Serieus, het kan wel, je pak kan echt verzuren. Dus het gaat wel ten koste van de kwaliteit. Hoe duur is dit? Hey, wat wil je nou weer bereiken? Ik ga om mijn duurste pak aan te doen. Dan trek ik mijn duurste pak aan. Nu ga ik mijn gaten kwijt om naar huis te gaan. Goedkoop pak. Maar wat heb je bij je? Ja, voor als ik de straat eruit kom. Een handdoek. Een handdoek en een joggingbroek en een warme trui. Oké, geef die maar aan ons. Ja, dat dacht ik wel. Ja, of wil je ermee zwemmen? Dat kan ook. Weet je hoe koud het is? Het is koud. Ja. Ja, I know. Minder dan 11 graden. Het water? Ja. Je moet echt goed doorzwemmen om niet om de koel te raken. Jij ziet overal wat erg is. Straks gaat hij dood. Ga je me ook vertellen dat het ondiep is dat zo meteen maar... Ja, je zou zomaar... Het first er een steen aan springen. Nou, op een fiets. Ja, ik wil gewoon weer wederom dit erop hebben. Dit is wel... Ja, dat valt wel mee. Ik ben niet zo'n held met springen, maar goed. Hier, bij die houten paal hier zo, daarboven. Recht op Sari. Het is niet te hoog of zo, hè? Maar dat voelt wel echt iets... Heel eerlijk, dat is wel echt hoog. Ja, gast, je bent helemaal gek. Ah, dit is een paar metertjes, dit kom maar op. Dit is wel dat het vorige week, ja, maar dat het vorige week eng was, dit valt wel mee, kom op. Eén kleedje opnemen, toch? Ja, ik vind het echt heel erg leuk. Komt er een boot aan de andere kant? Ja, dat weet ik dus niet. Oh ja, dat is wel een goeie. Nee, ik zie geen boot. Nee, ja, ik ook niet. Ja, ik zie geen boot. Maar goed, het is ook, vrij donker. Ah! 3, 2, 1. Nee, go! Nee, 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 nee. Martijn, vergeet je handen niet! Jan, vergeet je handen niet! Jezus. Ja, waar was dat voor nodig, Niels? Kom op. Ja, fuck, sorry. Dat is een opwelling. En? Zit erop, hè? Hoe ben je hier gekomen dan? Met een taxi. Dat die gaat jou niet meer terugnemen. Ja, dat weet ik. Jullie gaan me vrij handen brengen. Hier, droog je even af, man. Ja, flikker. Oh. Ja, als je even gewoon naar huis kan rennen, dan droogt het vanzelf wel op, toch? Ja, nee, sowieso is het. Gelukkig gewoon, ik letterlijk aan de andere kant van de stad. Dat is hoe gaan we jou droog krijgen? Ja, hoe gaan we het droog krijgen? Met een handdoek. Ja, nee, zeker niet. Anderhalve meter. Anderhalve meter afstand, Martijn. Kom op. RIVM! Ja, grap. Jullie hebben geen handen bij. Nee. Nee. Het is echt fucking koud. Ja, weet ik. Maar misschien moet je even aanbellen ergens. Ja, aanbellen, gast. Zeg gewoon dat je in het water bent. Zeg gewoon dat je in het water bent gevallen. Dat je net uit de kroeg komt. En ik heb even de hele corona heb ik gemist, want ik lig al fucking een maand in de gracht. Maar ga nou even aanbellen. Ze hebben hier prachtige handdoeken, man. Mooie panden. Nee, dat werkt. Die schrikt zich rot, Martijn. Kom op. Die schrikt zich dood. Ik ben in een gat gevallen. Heb je misschien een handdoek? Je hebt geen handdoek? Zij heeft thuis geen handdoek. Martijn, ze heeft wel een handdoek, hè, thuis. Ik heb een handdoek. Oké, neem heel eerlijk. Dan ga ik lekker naar huis lopen. Mijn handdoek is gelijk nat. Ik zou lekker... Er is niemand die hier mijn handdoek vergeet. Every night! I see you! I feel you! Het is een handdoek, iemand! Want more you open the door! Het is echt fucked up, ouwe. Mag ik naar huis? Ja, je mag naar huis. Ja. Ja. Dit was het. Wel thuis? Ik wil nooit die handdoek weer open te geven. Oké, ga pissen. Ja.
Veel plezier. Adios. Oké, nou ja, die jongen gaat dus nu naar huis. Moeten we hem gewoon even een handdoek geven? Ja, natuurlijk. Maar hij denkt nu nog dat hij gewoon wegloopt. Omdat we dan de camera zijn doen. Dat was het dan. Ja. Maar hij gaat nu weer terugkomen. Ja. Daarom gaan we nu ook gewoon naar de auto. En we rijden gewoon keihard weg. Ja, zie, hij komt nu alweer terug. Hij komt nu alweer terug. Oké, start de auto. Is hij er al? Ja, kom. Even toeteren. Kijk door. Nee. Even één keer op hem wachten? Ja, één keer op hem wachten en dan weer door. Oh, hij is echt heel koud. Hij loopt helemaal verstijfd ook. Pijn, handdoekje. Die handdoekje. Echt heel... onmenselijk. Heel zielig pesten. Ja, hier. Handdoekje. Oh, net niet. Oh, nee. Oh, ik had bijna mijn handdoekje. Handdoekje. Yes. Je hebt wel een handdoek. Ja, natuurlijk. Nou, droog je af, klei je om. Het is echt niet normaal koud.